Economy, Business of First Class. Niet alleen passagiers kunnen kiezen, maar paarden ook. Ter gelegenheid van Dierendag neemt Schiphol TV vandaag een kijkje bij twee paarden die Business Class naar Miami vliegen. We begeleiden de paarden zelf in de stal. Hier vandaan gaan we met de paarden naar het vliegtuig toe, onder onze eigen begeleiding. En we laden de paarden hier op Schiphol gebeuren en dan vliegen ze naar de andere bestemming toe met onze verzorgers. We hebben business, zoals jullie vandaag zien, er gaan twee paarden in de stal. We hebben ook economy, er gaan drie paarden in de stal. En we hebben ook first class, dat is één paard in de stal. Ze krijgen allemaal hetzelfde eten, alleen het is puur de ruimte voor de paarden zelf gebeurt dat ze meer relaxed voelen om te vliegen. De verzorger, oftewel de groom, gaat met de paarden mee in het vliegtuig en blijft wanneer nodig bij de paarden in de stal tijdens de vlucht. Als er een merrie en een hengst samen vervoerd worden, moeten er soms extra maatregelen getroffen worden. Nou, bij hele vervelende hengsten doen we wel fix in hun neus smeren, dat ze de merrie niet ruiken, zeg maar. En de tussenschot die ertussen zit, dat hij niet bij de merrie kan, dat is eigenlijk wat je doet bij de hengst en de merrie. De meest ideale omstandigheden voor een paard tijdens de vlucht zijn een zo rustig mogelijke vlucht. Natuurlijk ook voor passagiers geldt precies hetzelfde. Dus een vlucht die gelijkmatig verloopt met rustige start en landing. We proberen de paarden zo laat mogelijk bij het vliegtuig te brengen en zo snel mogelijk er weer van af te halen. Dat betekent dus dat ze zo dicht mogelijk bij de deuren van het vliegtuig geladen worden. Daarmee hebben de paarden ook het minste last van de vlucht en alles wat daarvoor en na gebeurt.